Goedemiddag, dit is alweer het tweede schaatschinaal van Weerplaza van dit winterseizoen. Vandaag was het op veel plaatsen zonnig in ons land, maar in de noordelijke helft daar trok wat bewolking overheen. En die zon die zorgde op veel plaatsen, met name op de skileren en de sintelbanen, dat het ijs het wat moeilijk kreeg in de loop van de dag. Die maken vaak gebruik van een donkerkleurige asfalt, dat door de zon de warmte opneemt en het ijs een beetje doet smelten. Op veel plaatsen waar vanaf vanochtend werd geschaatst, Weer is het ijs een beetje wit uitgeslagen door het krassen van de schaatsen. Dat is misschien wel een beetje gunstig geweest, want omdat de bovenkant van het ijs daardoor wit werd, kwam de zon er minder goed doorheen en bleef het ijs toch behoorlijk goed. Vandaag is het Blue Monday, dat was het vanochtend ook op de temperatuurkaart. Lage temperaturen met eigenlijk overal wel matige vorst, op een enkele plek niet, maar lokaal vroeg het zelfs ook streng. De laagste temperatuur is gemeten in delen op de Veluwe net ten noorden van Arnhem met de temperatuur iets beneden de min 10 graden. En ook buiten de KNMI-stations om, op bijvoorbeeld weerstations van de weerliefhebbers, werd het ook op sommige plaatsen kouder dan min 10 graden. En dan spreken we van een strenge vorst. Door de zon liep de temperatuur vanmiddag wel hard op. Uiteindelijk was het overal boven nul. Met in het oosten en noordoosten de laagste temperaturen en in de kustprovincies de hoogste temperaturen. Maar alsnog op veel plaatsen schaatskoorts. En die schaatskoorts die stijgt, want op steeds meer plaatsen gingen de ijsbanen open. De schaatstermometer hebben we daarom verhoogd van ijsvorming naar ondergelopen weilanden. Ja, en daar vallen ook een beetje de skiler- en de sintelbanen onder. Daar is heel weinig water aanwezig, dus daar kan al heel snel worden geschaatst. Maar een eerste wagen als die liet zichzelf al zien op open water, bijvoorbeeld het Leersumse Veld, maar ook in Ankerveen. Dat juichen wij absoluut niet toe, want het ijs is op veel plaatsen nog erg dun. En, afhankelijk, en heel erg afhankelijk natuurlijk van de lokale omstandigheden. Ondiep stilstaand water, dat bevriest eenmaal makkelijker, zeker als het een beetje uit de wind ligt. Maar heb je een stromend water van een meter diep? Ja, dan zal het ijs een heel stuk dunner zijn. En ook zelf zag ik nog op veel plaatsen de ene nog in de wakker zwemmen. Dus het blijft heel erg uitkijken. Als we kijken naar de komende dagen, dan de ijsgroeiprognose. Dan zien we dat op een gemiddeld water van 1 meter diep. Een gemiddeld water, dus ook een licht stromend water valt daar natuurlijk onder. Daar was de ijsdikte ongeveer 3, misschien op sommige plekken 4 centimeter. Met komende nacht nog matige vorst. en ook in de no komende nachten af en toe nog temperaturen onder 0. En overdag vrij veel bewolking met temperaturen iets boven 0. Blijft het ijs nog een beetje aangroeien tot zo'n beetje medio vrijdag. Dat betekent dat de ijsdikte dan op een water van 1 meter diep uiteindelijk uitkomt op zo'n 4 tot 5. Misschien 6 centimeter. Ja, vanaf 6 centimeter dat zou genoeg moeten zijn om op te kunnen schaatsen, maar het is absoluut niet veilig. Dus het is ook niet aan te raden om massaal op de schaats te stappen, zeker als het ijs niet heel veel dikker is dan een centimeter of 8 tot 10. Een ander probleem wat om de hoek komt, is een storing die vanaf de Britse eilanden ons land benadert. Die storing die gaat sneeuw opleveren morgen in de loop van de dag. Die hoeveelheden die zijn niet heel groot. Maar op een enkele plek kan toch maar zo 4, lokaal misschien 5 centimeter vallen. Dat bevordert natuurlijk niet de ijsgroei, want de sneeuw dat vormt een dekentje over het ijslaagje wat er al ligt. En met de nachten die gaan volgen, en die zijn een stuk minder koud dan de afgelopen nachten, verwacht ik dan niet dat op die plaatsen het ijs nog verder aangroeit. Dus op veel plaatsen waar dan niet geschaatst kan worden en er ligt sneeuw op het ijs, ja, dan kunnen we het daar voorlopig wel schudden. En met ook de zachtere vooruitzichten, met name in het weekend dat de temperaturen weer boven nul gaan komen, ook mogelijk s'nachts, ja, dan kunnen we op die plaatsen het schaatsplezier wel vergeten. Het is dus zo, met name dus de ondergelopen skielebanen, de sintelbanen en de hele ondiepe ondergelopen weilanden en ook de ondiepe plassen die van ijsverenigingen zijn. Daar heb ik nog hoop. Maar echt toertochten en er op grotere wateren schaatsen, dat heeft er al eigenlijk vanaf het begin niet in gezeten en dat raden we nu ook nog steeds af. Morgen volgt er nog een schaatsjournaal. Dan kunnen we weer zien waar we verder zijn en dan weten we ook meer over de sneeuw waar wel en geen sneeuw ligt. Mijn naam is Wilfred Jansen voor weerplaza.nl en dit was het Schaatsjournaal nummer 2.